We gaan hier dus echt even een beetje juice spillen. Ja. Dit is mijn angst. Ja, ik kan hier ook gewoon wel huilen. Dan ben je helemaal niet goed. Als je dit ziet. Fuck jou. Dit tegen mij had gezegd, 6 jaar geleden. Ja. Ik had je in je gezicht uitgelachen. Ja, het was echt de grootste strijd van mijn leven. We hebben gejuiced, we hebben therapie gedaan. Hallo allemaal, welkom. Dat jullie weer zijn. Nee, wow. Dit heb ik elke dag. Leuk dat jullie weer kijken. Ik ben met Zoe. Eindelijk onze mukbang. We hebben het hier echt letterlijk al over vanaf de dag dat we elkaar ontmoeten. We gaan mukbangen. En we hebben echt eten van de film. Daar word je helemaal één van. Word je helemaal één van. We hebben een lekker non-alcoholische cocktail. We gaan ook niet uit vanavond. Nee, doen we niet aan. Natuurlijk niet. We hebben ramen. Ja. Garnaal. De hele bak aan gyoza's. Nee, besef hoeveel bonen. Edamame! Dat vind ik zo lekker. En we hebben echt de lekkerste ramen ooit. Ik heb het nooit op, maar Zoe wel. En ik had het echt... Kijk, ze hebben geluisterd. Ik had gevraagd voor gefrituurde garnaal in plaats van gefrituurde kip. En meestal dan gaat dat fout in de drukte. Maar het was er snel. Ja, 20 minuten na niet 20 minuutjes. Oh, dit is de soep die we erin moeten doen. Doei. Maar dit is veel. Zo maar geweldig. Lekker. Oké, we gaan het thumbnailen. Echt goed verpakt. Dit ruikt. Oh, dit is normaal. Wat hebben we besteld? Hoe noemen we dit? Dit zijn ramen. Spicy ebi iets. We hebben nog losse ebi gefrituurd. We gaan lekker een bodem leggen. Ja. Want we gingen niet uit. Nee. We hebben gyoza's. En we hebben dus ebi ramen. Ja. En dus met een hele lekkere... Ja, dit is een soort van spicy miso soep, als ik het goed zeg. Oeh. En moet je gewoon hierbij gieten? Ja. Doei. Dit is echt... Oh. Ik heb dit nog nooit gemukbangd, het is wel leuk. Dit is zo lekker. Debuutje. Ik denk ook ASMR, want je hoort dit. Sarah heeft mijn stokjes hier op de grond gegooid. Laat ze ook gewoon liggen. Lovely. Oh, dit is een spies. Ja, oh. Kijk uit, want anders eet je hout. Ja. Nee, maar waar hebben we het besteld? Bij Takumi. Ja, maar dit is dus heel grappig, jongens. Want Zoe en ik, hoe lang kennen we elkaar nu al? Ja, we kennen, zeg maar, jij kent mij. Ja. Nu. Dit is heel grappig. Vertel even hoe jij mij kent. Oké, we gaan hier dus echt even een beetje juice spillen. Ik had dus een relatie. Ik ben inmiddels... ik ben inmiddels een half jaar single, maar ik had dus een relatie met een jongen die niet super loyaal... hij was gewoon niet loyaal. Nee, hij was gewoon... Hij was niet echt loyaal. En hij had dus altijd een soort van stappenplan. Hij deed altijd foto's van mij de lijken, daarna de DM slijden en daarna in hun slijden. Dus wat zag ik nou? Dat hij had ineens allemaal foto's geleid van ene Sarah Verwoerd. Dus ik op onderzoek uit en ik denk, oh my days, is nog knap ook. SOS. Verder is er heeft hij niet geslijt, gelukkig. Scheelt weer. Not interested. Nooit. Maar toen, vorig jaar kwam ik dus op kantoor bij Hobbs & Lewis, ons management. Ja. En toen was Sarah daar ineens. En ik had zo van, hi! Hey, leuk het ontmoeten. En sindsdien eigenlijk hebben we gewoon contact gehad. Fuck leuk. Maar het klinkt ook gewoon zo leuk. Ik heb zelfs in jouw huis gewoond. Ah! Moet even goed zitten. Wij hadden dus een lepel en slokjes. En dan deed je een schep... Een lepel? Ja, dan kan je een soort van die noedels daar dan op doen. Ja. Kijk, want dan deed ik dus een schepje soep. Ja. En dan deed je daarop een soort van noedels. Ja, slim. Maar daar is echt zeker zo'n ramen. Zo'n komlepeltje. Ja. Echt zo'n halve soepkom. Ja, dat is beter. Oh, ik schiet al die ramen overal in. Jij durft ook echt met je witte top? Ja, dat is niet slim. Maar hoezo durf je geen kip daar te eten? Ik ben altijd... Kijk, oké, nou, nu krijgen we dus nog een exposing, maar dan van mezelf. Ik heb dus een soort van kipangst en Marie warm over mama, als je kijkt. Dus echt op jou. Mijn moeder, oké, nu doet ze het niet meer met handschoenen, maar is vanaf kind af aan... Snee mijn moeder dus kip met handschoenen. Ja. En letterlijk elk witje, dingetje, zeg maar alles wat je zag, gewoon die halve kip ging weg. Ja, dus echt voedselverspilling. Maar ja, zij trok dat gewoon niet. Al die vetjes en die dingetjes. Dus ik ben gewoon een soort van neuroot met kip. Omdat gewoon, ja, als ik niet weet of al die gekke witjes zijn weggesneden, dan moet ik het niet. En sowieso, als ik een kipstukje in mijn mond heb en ik proef iets... Wat ik niet pluis vind. Nou, sorry. Ik stop. Een botje of zo. Ja, of een net een gek sappig stukje na. Of zo'n pees. Oh. Nou, sorry, maar dit is mijn angst. Dit is mijn angst. Nou, ik vind het echt niet normaal.
Ja, dit is zo lekker. Het is dat het niet per se goedkoop is, anders zou ik dit echt elke avond jongens, eten. Jongens, jullie moeten raden hoe duur dit allemaal bij elkaar was. Mm-hmm. Hebben jullie geraden? Als je dit ziet, sponsor me. Sponsor us. Nou, dit was met bezorgkosten €88. En daar zaten de cocktails niet bij. Nee. Die zijn homemade. Oh, maar het is wel echt... Ja, het is zo lekker. I can cry. Maar ik zou dit echt willen leren maken, zeg maar. Mm-hmm. Dat is wel. Er zitten wel echt veel ingrediënten en... Mm-hmm. Allemaal kruiden, dit, dat. Nee, maar ik vind karage zo lekker. Kende jij mij eigenlijk al voordat ik bij Habs was, zeg maar, was jij maar... Oh, ik was echt zo'n neppe influencer. Blij. Ja. Nee, jij kwam tegelijk met Nadine, toch? Ja, Nadine kwam denk ik 2 weken na mij een beetje. Nee, ik weet nog heel goed. Was ik er ook op kantoor? Ja, ja bij mij was je even op kantoor. Toen dacht ik, oh, wat een cutie patootie. Ik ben daar ook volgen. Echt super happy. Ja, toen was er nog mijn kantoortijden, jongen. Ik weet ook nog dat ik helemaal een soort van zenuwachtig was. Want bij mijn vorige management had ik wel eens echt niet vaak een online Teams meeting. Maar ik was eigenlijk nog nooit echt naar een kantoorafspraak geweest. Dus dat was echt van, oh my god, ik ga nu naar een kantoor. Er zijn allemaal mensen aan het werk. Ja. En dan kom ik daar van, hoi. Iedereen is daar zo. Het is wel, zeg maar wel een hele open, welkom sfeer. Ja, daarom. Het is gewoon altijd gezellig. En we zijn ook allemaal maar jonge meiden. En gewoon leuk. Heb je eigenlijk al op YouTube verteld, what is happening here in the room? Ja. Wow, ik had even een brok koriander. Ja, we zitten letterlijk tussen de verhuisdozen. Ik heb het in mijn vorige mukbang gezegd, dat ik ga verhuizen. Als deze video online komt, ben ik denk ik al verhuisd. Ja. Ja. Ik heb geen zin in het verhuizen zelf. Maar ik heb wel zin in de verhuizing daarna. Ik moet zeggen, hoe ik het zeg maar op je stories en zo dacht, dacht ik echt dat het meer chaos was. Maar het is zeg maar echt een organized mess. Ja. Zeg maar, er staan overal verhuisdozen, maar het is gewoon... Ja, maar het was heel erger. Ik heb het even helemaal georganiseerd. Die gyozen zijn ook goed. Ja, dat is echt, het is niet normaal. Trouwens, jij hebt al een debuut gemaakt op mijn YouTube. Dat oh ja. Nou stom. Ik heb wel echt een debuut gemaakt en wat voor een. Insert. Hallo! Ik ben Zoe! I couldn't keep my mouth shut if my life depended on it. Ik moet gewoon, waarom zeg ik dat helemaal in Engels? Maar ik kan die zin, die ken ik alleen in het Engels, dat gezegde. Maar gewoon... Dat gezegde! Dat is toch echt gezegd? Weet ik veel. Maar het is gewoon, ja. Het is gewoon, als ik aan ben, dan ben ik aan. Ja. Ik kan ook in een club nuchter staan, maar het moment dat ik aan ben, dan is gewoon ja, ben ik ook. Klaar. Yo. Ja, ik kan hier ook gewoon wel huilen. Zo lekker. Maar hoe gaat het met jou? Ja. Maar vertel de mensen over Zoe Life. Nou, Zoe Life gaat eigenlijk de laatste tijd wel goed. Ja, ik ben een beetje chaotisch. Ja. Ik heb soms gewoon chaos in mijn hoofd. En dan... overzie ik het allemaal gewoon even niet meer. Maar het gaat eigenlijk heel goed. Ik was er een paar maanden geleden was wel een beetje anders. Maar had het ook voornamelijk te maken met je ex? Ja. Als ja, je dit ziet. Fuck jou. Ik zat eigenlijk gewoon in een hele toxische relatie. En ik hield wel echt heel veel van hem. En er waren ook momenten waarvan ik echt denk van toen was ik ook echt wel heel gelukkig met hem. Ja. Ik denk ook, ik heb en de goede momenten heel erg geromantiseerd. Oh ja. En daarbij... woog het echt absoluut niet op tegen wat er allemaal verder gebeurde. Ik ben toch al een lange tijd met iemand samen geweest. En ja, want jullie hebben ook samen gewoond. Ja, we hebben voor werk zat hij in Limburg. En dat is best wel een stukje van waar wij wonen, Spijkenisse af. En ja, ik was daar voor 8 maanden het grootste gedeelte van de week. Dus dan woonden we daar wel echt samen. Ik vond het ergens, het samenwonen en uit huis wonen, vond ik eigenlijk wel gewoon heel fijn. Alleen de relatie zelf zat gewoon niet goed. Nee, en ik vind het gewoon zo ziek dat hij heeft jou gewoon op een bepaald moment toch gewoon geghost. Ik kan daar gewoon niet. Ja. Hoe kan dat? Oh, het gaat dan weer fout. Nou ja, het was dus... we woonden weer een tijdje in Spijkenisse. Want zijn werk was weer verplaatst naar Spijkenisse. We waren denk ik... Ja, we kwamen mei terug. Mei, april, juni. Ja, we waren 5 maanden weer thuis. En sowieso de zomer was echt wel een beetje messy. Toen waren er wel al aardig wat dingen gebeurd waarvan je denkt van... niet helemaal de bedoeling. En toen op een gegeven moment, hij deed wel vaker, dan ging hij me gewoon dagenlang negeren. Gewoon ineens niks laten weten. Gewoon. Maar het was op een bepaald moment in de relatie. Ja, gewoon... niet, het was niet in het begin meteen al. Nee, het was, dat was na 6 maanden. Eigenlijk zeg maar de eerste 6 maanden was echt geen slecht woord over te zeggen. Zeg maar, het was echt perfect. Hij was super lief voor me. Ik kon hem vertrouwen. Er gebeurde echt niks geks. Hij verborg ook helemaal niks voor me. Ik mocht alles weten. Ik mocht alles zien. Er was echt niks aan mijn hand. En na die 6 maanden ging het eigenlijk gewoon een beetje fout. Maar ja, hij heeft me toen dus, dat is nu 6 maanden geleden. Wat ik zeg, hij deed me al vaker wel eens een paar dagen negeren. Of dan blokkeerde die me ineens op alles. En dan hoorde ik hem een week later weer. Ja, niet per se heel gezond.
Maar nu heeft hij me dus 6 maanden geleden op alles geblokkeerd. Ja. En tot op de dag van vandaag, 19 februari, 8 februari, 15 februari. Maar hoe kan niks dat? Gehoord. En hij heeft ook, dit is nog echt de grootste joke. Er lagen nog wat spullen van mij bij hem. Nou, die wilde ik wel gewoon terug. Maar ja. Het was echt gewoon niet te doen om die terug te krijgen. Dat heeft 3 maanden geduurd. Toen op een gegeven moment is het dus via een vriendin van mij gegaan. Want ja, hij had mij geblokkeerd op alles. En een aantal vriendinnen hadden hem al een berichtje. Toen op een gegeven moment heeft hij mijn spullen bij een vriendin van mij. Die op dat moment aan het werken was in de Albert Heijn. Hij mijn spullen aan haar gegeven. Terwijl ze aan het werken was bij de Albert Heijn. Maar hij wilde jou gewoon niet meer onder ogen komen. Wat de fuck? Ik zou echt niet kunnen voorstellen dat je zo lang elke dag met iemand contact hebt. Gewoon op een of andere dag zonder gesprek. Dan kom je toch gewoon bijna niet overheen. Nee, dan ja. Kan je toch bijna niet loslaten. Ja, maar hij heeft natuurlijk gewoon een nieuwe relatie. Wat al toen die tijd gaande was. Oh. Maar hij is nu met iemand wat hij mij blokkeerde al bezig is. So many red flags. Maar zullen nu ook mensen denken van, ik geloof echt niet dat hij haar zomaar heeft geblokkeerd. Het zal vast wat gebeurd zijn. Maar echt, I kid you not. Ik kan de gesprekken erbij halen. Ja. Er was niks aan de hand. En ik bedoel, ik zal ook wel een keertje niet leuk hebben gedaan tegen hem. En ik zal ook dingen hebben gedaan waarvan je denkt, nou ja, had je zo moeten reageren of had je dat moeten doen. Maar mijn reacties waren wel echt heel erg op zijn gedrag. Ja, gebaseerd op hem. Crazy lifestyle. Ja, daar zijn we van af. Ja, gelukkig. Nu gaat het goed. Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat ik ergens ook gewoon zoiets heb. Ik ben heel erg gewoon dankbaar dat het zo is gegaan. Want ja, maar soms kunnen juist hele moeilijke dingen je zoveel leren. Ja, maar ik was niet bij hem weggegaan. Hij had zeg maar nog 100 keer vreemd kunnen gaan. En ik was er nog bij gebleven. En dat kan best wel een beetje hopeloos klinken. Maar ik hield gewoon zoveel van hem. Ja, en ik dacht elke, mij blind. Ja, en ik dacht elke keer weer als hij sorry zei, dacht ik van oké, hij meent het. Ja. Dus ik dacht ook gewoon van ja, eigenlijk is het echt beter dat hij mij gewoon letterlijk op alles heeft geblokkeerd. Ja. Want als hij me na een week weer had geappt, dan zat ik waarschijnlijk nog steeds met hem. En jouw leven is echt gewoon 180 graden gedraaid. Mm-hmm. En ook met wat ik zelf doe, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb dat nooit zelf gemerkt, maar de content en mijn TikTok. Het gaat sinds dat ik uit elkaar ben met hem een stuk beter. En dat is niet door hem, maar dat is wel omdat ik gewoon echt nu doe wat ik zelf wil. Ja, en gewoon want hoe lang doe je nu echt social media? Ik denk dat ik het nu een jaartje echt serieus doe. En daarvoor had ik wel wat following, maar deed ik het gewoon meer, voor de leuk. Jij zit er echt al heel lang aan, toch? Echt al heel lang. Vooral YouTube. Ja. TikTok doe ik ook, denk ik, ongeveer een jaar en een paar maanden of zo. Ja. Echt dat ik daar überhaupt mee ben begonnen. Maar YouTube doe ik echt wel sinds het begin van corona. Dus echt al 4,5 jaar of zo. Ja, dat is echt bizar. Ja. Hoe dacht je van, weet je, ik ga nou gewoon... Het was dus eigenlijk begonnen met Isabel en Bo. Dus wij gingen samen YouTube-video's maken. Toen waren we echt 15 of zo. Mm-hmm. Toen, nou heel veel, ik krijg nog steeds comments dat mensen me sindsdien volgen, echt ziek. Maar toen deed het gewoon meer voor de lol, een beetje challenges en gewoon bullshit dingen. En toen zijn we daar eigenlijk allemaal mee gestopt, want toen werden we een beetje 17, 18 en het ging uit. Het ging met jongens en zo, stom, dacht van awkward, what the fuck, waarom deden we dat? Heb ik alles verwijderd en zo. En toen was het coronatijd en toen was ik aan het studeren en toen verveelde ik me dood, want ik was de hele dag thuis. En toen dacht ik van, oh my god, ik ga gewoon weer mukbangs plaatsen en gewoon YouTube video's maken. En want ik keek zelf altijd mukbangs, vond het zo leuk om te kijken. Dat kijk ik ook echt heel lang. Dus toen dacht ik, nou, ik ga dat ook gewoon doen. En toen dacht ik, nou, ik ga ook wel week vloggen, want ik heb toch alle tijd. En zo eigenlijk een beetje. Ja. En het ging ook wel een beetje in ups en downs en dan weer wel heel veel, dan weer niet. Instagram heb ik sowieso nooit heel erg veel mee gedaan. Zeg maar, het is meer dan Instagram niet zo leuk. Ik ook niet. Ik kreeg zeg maar volgers omdat mensen je dan willen volgen. Mm-hmm. En stories vind ik op zich nog wel leuk. Mm-hmm. Maar echt feedposts, nou, daar heb ik sowieso nooit echt een aesthetic of een plan. Ik vind het gewoon zo erg het perfecte plaatje. En ik ben zeg maar op TikTok, alles wat ik doe knal ik erop. Zeg maar, het boeit me gewoon niet. Maar met Insta ben ik zelf ook zo kieskeurig en perfectionistisch. Ik snap dat ook niet. Het is maar ook gewoon zo oppervlakkig. Op YouTube zit ik er echt bij als een rat. Gewoon echt geen grap. Gewoon echt no make-up, onderkin. Gewoon fucking lelijk. En op Insta ga ik dan helemaal een soort maar goed voordoen. Ik denk ook dat Insta een soort van de hardste community is. Omdat zo. Zeg maar, en er, je, kijk, op TikTok volgen ook veel mensen die je echt kent. Maar op Insta is het toch meer dat je gewoon dingen ook post voor mensen die je kent. En dat die er dan misschien wel Want heel mijn familie, mijn schoonfamilie. Gewoon iedereen volg je op Instagram. Op TikTok is dat, was dat nou, nu nog steeds eigenlijk nog niet echt. Mijn ouders zitten ook nog niet echt op TikTok. Dus kan ik voor mijn gevoel toch een soort vrijer zijn. Ik heb ook altijd tegen mijn ouders gezegd. Maar prima als je mij volgt op YouTube. Maar als ik er maar iets over hoor, dan blokkeer ik je. Ja, ik dacht, ik wil het gewoon, maar toch houdt wel je achterhoofd. Waar ik dus laatst achter kwam. Nou ja, jij volgt mijn friends only op TikTok. Ja. Ik plaats daar natuurlijk echt super roekeloze shit op. Zeg maar gewoon, mijn friends only op TikTok, dat slaat echt nergens op.
Maar ik keek dus. Mijn oma en mijn opa hebben TikTok aangemaakt om mijn TikToks te kunnen kijken. En ze volgen dus alleen mij en mijn zusje. Dus dat betekent, als je bij following kijkt, zie je alleen onze video's. Ja. Maar ik ben hun dus toen gaan terugvolgen. En ik had me daar een partij Friends video's staan waarvan ik dacht, oh god. Ja, mijn opa en oma hebben dat misschien gewoon gezien. Sowieso. Ja, sowieso. Ja, daar denk je dan helemaal niet over na. Ja, maar ik vind tot nu toe, ja, YouTube blijft wel gewoon mijn OG. Ja, dat snap ik echt. Maar ik vind TikTok ook echt heel leuk. Ik vind videocontent gewoon heel leuk. Ja, ik dat ook. Is maar ook gewoon dat je dan echt kan laten zien. Ik vind je kan gewoon jezelf zijn. Ja, ik vind op TikTok bijvoorbeeld video's maken met een sound eronder vind ik niet leuk. Ik doe het ook nooit. Ik wil praten. Ik heb altijd of een voice-over inderdaad, of praten. Ik heb nooit een TikTok eigenlijk zonder, met alleen een bijna niet. Of een zo'n fotoslide of zo. Maar zonder, met alleen muziek of zo. Nee. Ik vind ook gewoon, als ik iets anders kijk, dan wil ik gewoon een soort van zien hoe iemand is. Dat is grappig. Grappig zo hoe zoiets kan gaan. Eigenlijk. Ja. Oh nee, dat ging ik zeggen over mukbangs. Ik heb dus echt eigenlijk, kijk, ik kijk dus al heel lang mukbangs, maar ik had dus eerst een hele toxische relatie met mukbangs. Dat is heel warm, zeg maar. Nou, de periode dat ik dus, trigger warning, in mijn eetstoornis zat, de momenten, zeg maar, er zijn echt een paar echt rock bottom momenten geweest, waar het eten echt gewoon weinig tot niks. En dan ging ik dus, omdat die obsessie met eten dus zo groot was, ging ik dus alleen maar mukbangs, 10.000 calorie challenge, en zeg maar allemaal dat soort dingen ging ik op YouTube eten en dan, kijken. En dan dacht ik echt van, zeg maar ergens een soort van what the fuck, ik zou ook willen dat ik dit allemaal zou kunnen eten, en ergens van, hoe de fuck kunnen mensen dit, zeg maar. Het was echt een soort van toxic verhouding met mukbangs. En ook dat ik dan nu hier een soort van zit, dat ik echt denk van, als je dit tegen mij had gezegd, 6 jaar geleden, ik had je in je gezicht uitgelachen. Ik had echt gedacht, jij bent helemaal niet goed. Ja, maar dat is wel mooi. Eigenlijk gingen jullie wel gewoon zitten van, I did that. Ik kan hier gewoon zitten en ik kan het gewoon doen. Want hoe, ja, heb je het altijd, zeg maar, het is natuurlijk altijd iets wat natuurlijk een beetje, wat je met je meedraagt. Ja. Maar heb je het altijd al, zeg maar, echt gehad als je bijvoorbeeld denkt aan je jeugd en zo, dat je er altijd al heel erg mee bezig was of... Ja, mijn eetstoornis begon wel heel jong, zeg maar. De eerste dingen die begonnen echt op te spelen toen ik 9 was. Dus dat is wel echt, nou ja, als ik naar mezelf kijk als ik 9 ben, dan denk je, ben echt net uit de luier. Dus waarom maak je druk om een stukje taart? Maar het is wel altijd heel erg een onderwerp geweest in mijn hoofd, zeg maar. Ja. En ik denk dat, nou eigenlijk, nee. Ja, kijk, het blijft dus, ik zeg altijd, je herstelt voor 80-90% en met de rest leer je omgaan. Dus net zoals nu, ik ben dit allemaal aan het eten, ik ben echt aan het genieten. En ik maak me nu ook echt niet druk om hoeveel ik binnenkrijg. Maar er zijn echt momenten wel dat ik ineens, dat het heel aanwezig is in mijn hoofd van, oh, en je moet gezond eten en niet te veel eten. Ja. En dat ik af en toe denk van, ah, zeg maar, toch een bepaalde veiligheid was het of zo altijd. Alleen, ja, ik weet dat ik daar echt nooit naar terug wil. Maar, ja, Misschien zijn er nu ook wel bijvoorbeeld meiden die letterlijk in dezelfde positie zaten als waar jij zo in zat. Wat zou je bijvoorbeeld aan ze willen meegeven? Ik vind het altijd nog steeds best wel een soort van lastig om advies te geven. Want ik weet nog toen ik echt helemaal vast zat in mijn hoofd met mijn eetstoornis, dat ik echt dacht van, iedereen praat maar wat. En ook al ben jij hersteld, gaat mij toch niet lukken. Maar ik heb echt ervaren dat er echt licht is aan het einde van de tunnel. En dat klinkt misschien heel cliché, maar nou ja, bij mij was het op een gegeven moment ook wel zo dat mensen echt dachten van, ja, wordt dit hem nog wel? Er is toen een begeleider geweest, die zei tegen mij van, je weet zo goed hoe het is om niet de uitdaging aan te gaan, te weinig te eten en al dat soort dingen. En hij zei tegen mij, waarom ga je het niet gewoon een keer proberen? Waarom ga je niet gewoon een keer proberen om die uitdaging aan te gaan? En als het niks is, dan ga je toch lekker weer dit doen. Zo zei hij het, zo zei hij het letterlijk. Gewoon van, probeer het gewoon. Ja, wat doet, heb je te verliezen? Je kan toch gewoon precies, zo weer terug. Precies dat. En toen dacht ik echt van, dit lag niet zo'n heftig, zwaar, en ook heftigheid van. Ja, ik zag echt wel, ja, mijn moeder en mijn zusje en mijn opa en oma, die zag ik er wel echt aan onderdoor gaan, want die zien natuurlijk gewoon iemand waarvan ze heel veel houden, een soort van overgenomen worden door een ziekte in iemands hoofd. En toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon proberen. En dan kan niemand meer tegen mij zeggen van, je hebt het niet geprobeerd. Ja. En toen ben ik wel echt, ja, ik ben dan wel heel erg een alles of niets persoon. Dus toen heb ik ook die behandeling echt met 2 handen aangegrepen. Ja, het was echt de grootste strijd van mijn leven. En ook echt niet makkelijk. Maar toen, langzaam maar zeker, kwam ik er heel erg achter dat, ondanks dat het lijkt dat de eetstoornis heel veel controle geeft, je hebt letterlijk geen controle meer over je leven. Nee. Je hele leven wordt van je afgenomen, omdat je constant bezig met eten. Ik denk dat je controle inderdaad hebt, omdat je het soort zelf in de hand hebt, maar vervolgens om je heen verlies je inderdaad alles. Ja, ik had letterlijk geen leven meer. Ik ben dan opgenomen geweest, maar de periode dat ik thuis zat, ik mocht niet naar school. Oh, ik mocht eigenlijk niet de deur uit. Ik mocht niks. Dus je leven had net geen waarde meer. Nee, het draaide echt alleen maar om
de eetstoornis. Ja. En ik snap dat dat een bepaalde veiligheid kan bieden in je hoofd. En dat je kan denken van, oh maar het komt toch niet goed. Of het leven is toch niet leuk genoeg. Maar het leven is wel leuk genoeg. En ja. Het leven is het wel echt waard. En er zijn zoveel mooie dingen die je kan doen als je wel de strijd met de eetstoornis aangaat. Ja, het is zo'n cliché. Maar wat ik altijd zeg, maakt niet uit in welke situatie, het komt goed. Het komt wel goed. Maakt niet uit wanneer, hoe, in welke periode. En ook al ben ik soms zo in de paniek en zo in stress, denk ik, oh my god, het komt nooit meer goed en mijn leven is voorbij. En jij kan dat ook echt. Ja, ik kan echt denken, het is echt gewoon dat. Dat is eigenlijk, met Bali is dat een heel goed voorbeeld. Bijvoorbeeld met Bali dacht ik, ik moet nu naar huis en ik trek het niet meer en het komt niet meer goed en ik heb heimwee en ik ben ziek en ik ben misselijk en ik kon ook niks meer eten omdat ik me zo kut voelde. Ik dacht, nou, ik ga nooit meer leuk hebben. En mijn moeder zegt dan, Saar, rustig. Komt goed, weet je wel. Het hoeft niet nu goed te gaan, maar een gevoel is tijdelijk, weet je wel. Probeer gewoon nu het beste van te maken. Maak je niet druk om de toekomst. Je weet nog niet hoe het gaat lopen. Bekijk gewoon even nu per nu aan. Waar voel je nu chills bij? Ga gewoon even, weet je wel. Oké, dan word ik even rustig. En dan kan ik binnen 10 minuten weer helemaal denken, oh, word ik op de hotel. En dan moet mijn moeder me weer rustig praten. Echt, mijn moeder soms zo zielig. En mijn eindstand, met dat soort ervaringen is het heel kut op dat moment. Ja. Maar als ik nu sommige dingen meemaak, denk ik van, nee, weet je, I've been there, I've done it. Mm-hmm. Gewoon been there, done it. Het komt goed. Zeg maar, ook al denk ik in dat moment, oh, het komt echt nooit meer goed. Ja. Het komt eigenlijk altijd goed. Ja. En daarbij is eetstoornis herstel ook echt niet lineair, zeg maar. Het gaat echt met ups en downs, zeg maar. Je zal dagen hebben dat het makkelijker gaat en je zal dagen hebben dat je echt denkt van, oh my god, ik kan het niet. Maar ook die momenten dat je denkt, ik kan het niet, moet je het alsnog doen. En ja, ik ben echt, als iemand dit tegen mij zei, dacht ik echt, jij bent echt helemaal gek. Je kijkt maar even. Maar uiteindelijk is het wel gewoon, ja, het belangrijkste dat je het wel blijft doen. En daarbij is het ook gewoon heel belangrijk om te gaan kijken, waar komt je eetstoornis nou vandaan? Want uiteindelijk, een eetstoornis draait helemaal niet om eten. En nee, of je wel dik of niet bent, of hoe je jezelf ziet. Uiteindelijk komt een eetstoornis gewoon, ja, heel ergens anders vandaan. Bij mij kwam het dan echt uit een stukje controle, omdat er dingen in mijn leven zijn gebeurd vroeger waar ik geen controle over had. Ja. En dat ik het idee had dat ik goed was in het afvallen en goed was in het niet eten. En ja, ik ben toen ook gewoon heel erg gaan leren dat er heel veel dingen zijn waar ik ook goed in ben naast niet eten. Nee, maar dat is wel echt goed. Nu ben ik heel goed in eten. Maar ik ben heel goed in eten. Love it. Ja, yeah, I love food. Food loves me. Ja. Oh. Nee, maar zoals je zegt, mooie afsluiter. Het leven heeft dus gewoon zoveel moois te bieden. En het is eigenlijk gewoon zo zonde als je jezelf eigenlijk ook niet gunt. Mm-hmm. En ik vind dat, eigenlijk vind ik dat iedereen moet ervaren om gewoon te zien hoe mooi het leven is. En het leven gaat altijd zo. Ja. Dat is gewoon het leven. Ja. Maar dat kan juist soms ook het hele mooie van het leven zijn. Want soms ga je door een hele zware, donkere periode. Maar leer je daar weer zoveel van. Alles waardoor wat je overwint, maakt je echt sterker. Ja, het is echt zo. Zeg maar, ik heb nergens spijt van. Of dat ik denk, oh, erg dat het zo is gegaan. Want eindstand leer je er altijd weer van. En worden de hogere punten alleen maar hoger. Omdat je het zo meer bijvoorbeeld kan waarderen. Of het beseft. Dus wat een mooie diepe gesprek van me. Deze donderdagavond. We hebben gejuiced. We hebben therapy gedaan. Wauw. Girl therapy, girl juice. Girl juice. Ik kreeg gisteren ook nog een DM trouwens. Had je die gezien? Nee. Mijn beste vriendenverhaal. Over dus die ex. Dat hij altijd in Valkenburg met allemaal meisjes te zoenen. In Valkenburg? Ja. Oh, bij Limburg. Waar hij natuurlijk ook wel. Nee. Met uitgaan. Gewoon dat het gewoon nu achteraf gewoon blijft komen. Echt niet. Als je in de buurt bent van Amsterdam, of je bent een keer in Amsterdam, of je woont in Amsterdam. Echt letterlijk geen spon, maar Takumi. Ja. Oh my god. Ja, je moet gewoon precies dit halen. Mm-hmm. Dit is gewoon fucking lekker allemaal. Doe je altijd aan New Year Resolutions? Mm-mm. Ik ben dus heel erg. Ja, ik vind altijd New Year's Resolutions. Kijk, ik vind het goed als je gewoon bepaalde goede voornemens hebt. Maar ik vind het altijd zo irritant als er dan zo'n New Year aan verbonden wordt. Kijk, ik snap het ergens wel. Maar ik ben echt een beetje van, als je iets wil veranderen of als je ergens voor wil gaan, moet je het gewoon doen. Ja. Je moet het niet doen omdat er een nieuw jaar is. En ik ben absoluut voorstander voor voornemens van jezelf verbeteren. Of dingen behalen die je graag wil behalen. Of whatever. Gewoon dingen waar je gelukkig van wordt. Maar dan heb ik altijd zoiets van, met New Year's Resolutions vind ik toch altijd wel een beetje dat iedereen dan ineens alles wil veranderen. En het is ook onrealistisch. Ja, precies, dat, zeg, dat is onrealistisch. Want maar inderdaad onrealistisch. Want opeens inderdaad in het nieuwe jaar ga je heel je leven omgooien. Maar dat ga je nooit volhouden. Nee, dat ga je nooit. Je moet gewoon een
gezonde balans vinden met hoe je het gewoon gaat aanpakken. Ik was ook, eigenlijk was ik gewoon al goed bezig. Ik dacht, ja, wat, ik heb geen New Year's Resolutions. Ik wil gewoon doorgaan met wat ik nu doe. Ja. Gewoon weer sporten inderdaad. Gewoon gezond eten. Nee, maar dat is het. Het is ook gewoon vaak veel te groot. Grote doelen. En dat ik denk van, hou het gewoon een beetje realistisch. Tuurlijk, als je zegt van, oké, vanaf 1 januari wil ik wat meer letten op mijn eten. Oké, maar mensen doen altijd, ja, vanaf 1 januari ga ik nooit meer ongezond eten. Ja, ga ik geen alcohol meer drinken? Ga ik dit niet meer? Ga ik dat niet meer? Zeg maar, het is gelijk altijd zo dat extreme. Ja. Dat ik denk van, ja, maar het moet wel inderdaad realistisch zijn. Maar wat ik wel bijvoorbeeld leuk vind, is dat je kijkt naar het nieuwe jaar van, oh, ik wil bijvoorbeeld dit jaar een bepaald doel halen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik wil een marathon lopen of ik wil hiervoor werken. Als je dat in realistische stappen, zeg maar, uitwerkt, dan is het realistisch. Maar inderdaad, ik vind wel extreme. Soms met het nieuwe jaar, en dat heb je, kan je heel erg zien in dit nieuwe jaar voor mij. Ja, is dat je toch, heb ik wel een beetje gekeken naar het afgelopen jaar. Hoe vond ik dat gaan en hoe zou ik dat anders willen in het nieuwe jaar? Hoe ga ik dat aanpakken? Je gaat toch wel een beetje reflecteren en terugkijken. En van, oh, hoe zou ik het anders aanpakken? Of wat zijn dingen wat ik echt uit mijn leven wil verwijderen? Of gewoon een beetje op die manier. Maar dat echt zo'n goede voornemen van, ik ga nooit meer alcohol drinken. Ik ga elke dag 1000 calorieën eten. Ja, dat slaat ook gewoon ergens op. Wie doet dat, zeg maar? Kan je zelf ook echt aan niemand. Nee. Ja, dat had ik wel ook het afgelopen jaar, zeg maar, dat ik met oud en nieuw... Ik heb niet echt wat met oud en nieuw, maar ik was echt een soort van ineens aan het... Wij waren samen toch? Ik zat te denken, wow, wat was mijn oud en nieuw? Toen was ik met Zoe. Toen zat ik Zoe te appen. Terwijl ze naast me stond. Ik was gewoon helemaal van de kaart. Ja, maar ik was wel echt met deze oud en nieuw dat ik op een gegeven moment dacht van... Maar ik had gewoon echt een what the fuck was dit jaar moment. Ja. Ja, gewoon, voor jou was het echt. Gewoon 180 zoveel lijpe dingen gebeurd, maar ook zoveel positieve dingen, zeg maar. Ik dacht echt gewoon... Ik was terug aan het kijken naar 2023 en ik dacht... What the actual fuck? Hoe kan dit in 1 jaar gebeurd zijn? Ja. Ik vind hem ook niet te spicy. Nee, hij is echt perfect. Gewoon perfect. Zo lekker gekletst. I love it. Ik denk dat iedereen dit helemaal gezellig vindt. Gewoon lekker girly. Maar dit is eigenlijk ook gewoon hoe wij, zeg maar, altijd samen zitten. Als was die camera hier niet, dan hadden we hier ook zo die noodles gaan zitten eten. En hele levensverhalen. Nou jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet Zoe zeker niet te volgen op TikTok natuurlijk ook. Zoe. Nivea. Waarom? Ik hoor het elke dag gewoon 10 keer, maar elke keer heb ik gewoon Nivea in mijn hoofd. Ja, sorry, jij zit gewoon als Nivea is ook oké. Ja, sorry. Als ze me sponsoren. Maar bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel snel weer. En nou, tot de volgende keer. Doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...